Goeiedag iedereen, super dat je kijkt naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik heb al van gans de dag vergeten vloggen eigenlijk eerlijk gezegd. Maar mijn camera stond hier gewoon. Ik heb hier, zoals je ziet aan mijn laptop, een hele dag gewoon gewerkt. Ik heb heel mijn design afgemaakt, dus dat is super goed. Nu ga ik even een uurtje gaan lopen. Dus ik moet me even haasten, want dan ben ik op tijd terug nog voor het avondeten. Dus even een uurtje gaan lopen en dan daarna ga ik verder met de backend van mijn dinges. En dan zitten we eigenlijk heel goed op schema. Het enige waar ik een beetje stress voor heb is de frontend. De backend wil ik vanavond gewoon nog een paar dingen afwerken. Maar dat zou op zich wel moeten lukken. Dus daar ben ik nu mee bezig. En dan gaan we dat nu doen. Ik hoop dat jullie eruit kijken naar deze vlog. Vergeet even niet te liken, vergeet even niet te abonneren. Ik zie de laatste tijd in elke vlog is er één iemand die deabonneert. En dan zijn er twee mensen die wel weer abonneren op dezelfde vlog. Dan denk ik, boeit de content u niet? Of zit je... Of komt je van TikTok en misschien niet dat ik sportcontent maak en interesseert u dat helemaal geen snars. Dus laat even weten in de comments. Moment is hier ook nog steeds en ik ga nu vertrekken. Ik ga mijn telefoon niet meenemen, want ik ga mijn telefoon wel meenemen, maar ik kan niet filmen, want mijn opslag is vol. Dus die moet ik nog eens leegmaken en dan kan ik terug loopfilmpjes maken. Maar voor nu even geen loopfilmpjes. Ik heb ook mijn GoPro. Ah, ik heb mijn GoPro mee. Ik zal mijn GoPro ook meenemen. Dus wel filmpjes. Goed, ik ben zo terug. Ciao. We zijn aan het lopen. Best een lekker loopweertje eerlijk gezegd. Het is redelijk doef. Het is redelijk vochtig in de lucht. Dus dat pakt zo wel een beetje op je ademhaling. Ik merk ook als ik een ganse dag heb gezeten achter mijn laptop dat mijn benen niet zo echt goed meedoen. Zeg maar. Ja, nu gewoon even een uurtje loslopen. Daar ga ik mij wel een pak beter voelen. Ik probeer dat nu wel zo meer te prioritiseren. Ik weet, ik kan nu... Ja, ik ben dagelijks vloggen en mijn bachelorproef kan ik gewoon niet 20 uur per week trainen. Dus dat zet ik ook helemaal niet in mijn schema. Ik probeer nu gewoon zo wat te doen wanneer ik het kan. En wat op het gevoel te kijken als ik merk van, goh, ik doe wel gewoon sowieso mijn trainingen elke week. En lopen is gemakkelijker, want ik heb minder tijd in beslag. Maar bijvoorbeeld fietsen of zwemmen, dan probeer ik dat zo eerder te doen wanneer ik weet dat ik tijd heb. En bij het fietsen is dan zo van, ja, als ik weet van deze week ga ik twee keer fietsen en één keer is rustig, ja, dan kan ik in eentje al intervallen steken en zo. Dus zo probeer je nu wat te doen. Ik denk echt dat ik een grondige vergissing heb gemaakt en dat ik veel te veel kleren heb aangedaan. En ik zeg veel te veel, maar eigenlijk, ik heb gewoon letterlijk een onderlijfje aan en een t-shirt. Gewoon dat onderlijfje is te veel, want eigenlijk is dat thermisch en wel warm. Ondertussen een half uurtje onderweg. En het ding is, mijn hartslag laag houden is niet makkelijk in deze temperaturen, maar ik doe mijn best. Zeker omdat hier ook wat bergop en bergaf gaat. Dus iets moeilijker te controleren, maar ja, op zich, het blijft nog redelijk. Ik zit nog altijd aeroop, dus zal wel. Oké, een uurtje gaat toch niet worden. Ik zit op 44 minuten en ik ben bijna thuis, maar ik ga nog wel een paar straatjes doen. Eigenlijk de vorige keer 4. Gewoon een beetje sneller krijgen in de benen. Ik weet niet of ik nog ga lopen, misschien zaterdag. Maar het zal maar een half uurtje zijn en niet echt mijn intensiteit. Gewoon even loslopen. Dus nu is het tijd voor een paar straat. Hier in een vlakke straat. Rechtendoor. Vorige keer waren ze op en bij de 15 seconden. Het duurt 20. Dus 5 seconden langer per keer. Oh. Die FTP-test van gisteren zit nog in de beentjes. Doe even rustig doorlopen daar eens. Maar dat was lekker. Oh jongens. Ziet dat ik toch beter wat weer gedronken. Mijn oren zitten ook dicht, dus ik hoor gelijk zo de hele tijd alsof je water zo in je oren hebt. Ken dit? En ik kan hem niet, normaal doe ik zo. Maar werkt ook niet om mijn oren te ontpoppen dus. Hopelijk straks zijn gefixt. Waar was Loran? In de politie. Bij de politie? Was ik bij de politie? Ja. Nee. Kijk. Kijk. Kietje. Die straat was toch pittiger dan ik had verwacht. Mijn Garmin gaf ook nog een gigantisch grote herstelbehoefte aan van die FTP-test van gisteren. Toch goed gelopen, 50 minuutjes in totaal dus. Dat is wel een kop. Dames en heren, ik heb goed nieuws. Noah en ik gaan naar Blind Gekocht kijken. Het is mijn geluk, liefje, om alles af te kijken wat ik vandaag moest doen.
Wow. Ik heb mijn hele design gemaakt. Ik weet het een beetje later dan dat was. Maar ik kan er niks aan doen. Mijn leerkracht heeft mij trouwens gestuurd en die zegt dat het nog wel meevalt. Dat ik niet moet stressen. Dat het wel goed gaat komen. Dus ik geloof er ook wel in dan. En mijn backend gaat op zich wel vlot vooruit. Daar snap ik eigenlijk alles van. Ik was nu zo wat vooral aan het kloten dat zeker alles juist is. En dan is gewoon copy-paste eigenlijk. Gewoon copy-paste. Hopelijk gewoon copy-paste binnenkort. Dus dat gaat wel goed komen. En dus dan gaan wij nu kijken naar blind gekocht of moet ik me eerst wassen? Ik zal me eerst wassen. Ja, dat is vervelend hè, als mensen voor het school moeten werken. Ik kan er niks aan doen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar... Mooie lucht hier buiten. Het is een beetje rode, roze gloedachtig. Voor iedereen met examens, veel succes met de blok. Veel succes met de examens als je het middelbaar zit. Veel succes met de bachelorproeven. Dit was de vlog van vandaag. Lang gekeken, of hard gewerkt vandaag weer. En eventjes gaan lopen. Dus zo gaat mijn komende week er nog even uitzien, vrees ik. Dus ik hoop dat ik toch nog wel wat leuke dingen kan doen. En zoals ik in de 20 kilo.